Welkom, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe NEC-update richting de wedstrijd van morgenavond uit in Waalwijk. RKC is dan de tegenstander. Een wedstrijd die vorig jaar niet zo goed verliep voor NEC, of wel? Ja, vorig jaar hebben we daar denk ik onze slechtste wedstrijd gespeeld. Dus als we nu winnen, dan zit daar zeker verbetering in. Het laatste sowieso, of de slechtste was, dat weet ik niet meer, maar het was wel heel matig. Het was volgens mij een carnavalswedstrijd. Toen hadden we het heel lastig met het opportunisme van RKC. Wat hij zegt, dat klopt helemaal. Morgen moet dat in ieder geval beter. Philip Sandler stond afgelopen zondag weer op het veld. Eindelijk, na al die tijd. Dat moet hem goed doen. Zeker weten. Ook de manier waarop is zeker lekker, ja. Dan ben jij toch belangrijk, zien we, hè, in het elftal. Als u dat zegt, dan... Ik probeer het team gewoon te helpen. En ik ben blij dat zondag goed ging. Nou ja, kijk, hij ziet het spel. En hij is ook iemand die veel bezig is met andere spelers. Ook buiten het veld. Hij is altijd wel bezig met sfeer maken, energie maken. Dat heb je gewoon nodig in een veld. En hij is daar goed in. En mensen nemen het ook van hem aan. Dus dat werkt denk ik heel goed samen. Ja, want de trainer zegt, het is niet alleen ook het voetballende kwaliteit die je hebt, maar ook het praten en het mensen neerzetten. Hoe is dat bij jou in het veld dan? Ja, dat is iets waar ik wel mee bezig ben. Ik probeer iedereen gewoon te helpen. En vanuit achteruit zie je alles wel wat beter dan bijvoorbeeld de aanvallers het zien. Alleen dat probeer ik te doen door te coachen of door bepaalde manieren toch aanwijzingen te geven of wat dan ook. In het begin van het seizoen had Philip Sandler al last van een blessure. Toen kon hij eindelijk spelen tegen PSV, heeft hij 60 minuten gespeeld. En toen weer geblesseerd. Begon hij gewoon te vroeg? Nou, ik voelde me sowieso nog niet top. Ook de dagen voor PSV. Alleen zelf ervoor gekozen om wel te spelen. Dat bleek te vroeg te zijn. Dat is nu anders met je? Ja, zeker. Ja. Ik heb op dit moment nergens last van. Dus dit vasthouden. Hoe fit is hij? Kan hij een hele wedstrijd aan? Ik denk dat hij dat kan, maar dat gaan we niet doen. Maar uiteindelijk bouwen we hem natuurlijk op. En als je goed kijkt, heeft hij volgens mij een maand of acht bijna niet gespeeld. Dus dan zou het gekke werk zijn om een hele wedstrijd te spelen. Maar hij is wel fit. Maar uiteindelijk gaat het erom dat hij fit blijft. En dat is wel onze taak. Het is lekker natuurlijk met 6-0 gewonnen afgelopen zondag. Als je dan richting zo'n wedstrijd als RKC moet. Nee, zeker. Weet je, dat geeft uiteraard een goed gevoel. En je ziet ook dat we dan makkelijk de goals maken, zijn effectief. Dus dat geeft een goed gevoel richting morgen. Alleen morgen is een nieuwe wedstrijd, die van Groningen telt niet meer. Dus dat moet opnieuw weer geleverd worden. Dan werd er getraind richting de wedstrijd van morgen tegen RKC. En we zien dat eigenlijk iedereen wel op het veld staat. Behalve Thomas Ouwejan, die is er niet bij. En Dirk Proper. En wat gebeurt hier? Met Lasse Schöne, die ligt ineens op de grond. Ja, en dan iedereen eromheen kijken. Daar komt medici, komen zelfs even kijken. Iets met de enkel. Nou, hij staat weer, hij loopt weg. Pijn een beetje te verbijten. Dus afwachten hoe dat gaat morgen. In ieder geval dus tegen RKC. Een wedstrijd die sowieso niet makkelijk gaat worden. Want RKC heeft op tijd weer de vorm gevonden. Nou, zeker. Als je die wedstrijden kijkt die ze gespeeld hebben, behalve NAC Breda uit, hebben ze het eigenlijk in alle wedstrijden heel behoorlijk gedaan. Heel behoorlijk voetbal geleverd met een overwinning tegen Almere. Dus zij zitten zeker in een betere fase. En ik vind ook dat ze gewoon goede spelers hebben. Dus wij zullen zeker op onze hoede moeten zijn. Ja, want het wordt eigenlijk, je ziet dat NEC af en toe nog speelt een goede wedstrijd, dan weer wat mindere wedstrijd. Je wil nu die lijn doorzetten. Ja, dus dan moet je morgen ook een resultaat halen. En je mag in ieder geval niet heel ver wegzakken in een wedstrijd of tussenwedstrijden. Dat wil je niet. Dus we moeten daar een bepaalde stabiliteit in tonen. En daar probeer je door middel van de dingen die je op het veld moet doen, probeer je daar ook uiting aan te geven. Ja, wat ik al zeg, dat is morgen weer het eerste moment voor. Zijn er afwezigen vanmorgen? Ouwejan is afwezig en Dirk Proper. En Lasse die kreeg net nog een tikkie, dus moet even kijken. En Vito die viel van de week ook even uit? Nee, maar die is er gewoon bij. Dus soms door de week gebeuren er wel eens dingen waardoor we zeggen, blijf er maar even uit. Maar voor de rest is geen probleem. NEC wil de goede lijn dus voortzetten na die overwinning van afgelopen zondag. Morgen moet dat gaan gebeuren in Waalwijk tegen RKC. Om 9 uur kun je er niet bij zijn. Wij zijn er natuurlijk bij van RN7. Met het live verslag op de radio hoef je er niks van te missen.
Maandag zijn we er in ieder geval nog met de NEC Update podcast. Dan gaan we de Interland Break weer even in en dan zijn we daarna weer terug. Dus ik zeg graag tot de volgende.